De waarnemend procureur-generaal Garcia Paraxin heeft maandag 14 maart 80 recruten van de Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname, BBS, beëdigd tot buitengewoon agent van politie, BAVP. De beëdiging vond plaats in het Sociaal-Cultureel Centrum Matagouri. De PG zei dat de BAVP'ers zich bewust moeten zijn van hun bijzondere positie in de samenleving. Zij legde de nadruk dat integriteit belangrijk is voor het vertrouwen dat mensen hebben voor de dienst. Volgens BBS-bondsvoorzitter Guillaume Color kunnen de beëdigde BBS'ers hun werk nu gewapend uitoefenen. Er komt een grote verantwoordelijkheid op je schouders te rusten. U heeft namelijk als taak 1. Het beveiligen van personen en goederen die zich bevinden in overheidsgebouwen of openbare locaties en markten. 2. De beveiliging van overheidsgebouwen. 3. Een effectieve en alerte brandpreventie. 4. De beveiliging en bijstand van diverse door de overheidsorganen uit te voeren uitbetalingen in stad en district. 5. Geld- en waardetransporten. 6. De beveiliging van speciaal daarvoor aangewezen personen en objecten in opdracht van de minister van Justitie en Politie. Met de eedaflegging zult u zich bewust moeten zijn van uw bijzondere positie in de samenleving. U verklaart dat u een onkrumbaar en betrouwbare ambtenaar zult zijn. Zorgvuldigheid in uw optreden en werkwijze zijn van groot belang. Ik wil u wel vragen om de nodige maatregelen zoals u dat op je opleiding hebt gehad mee te nemen. Neemt u het mee, want dat alles gaat doorslaggevend zijn op hoe u allemaal te werk zal gaan. U zal ingezet worden en op bepaalde momenten zult u misschien alleen moeten werken. Minister Kenneth Amoxi van Justitie en Politie zei dat het belangrijk is dat de recruten een goede start maken. Hierbij zijn integriteit en discipline van groot belang. Wanneer u optreedt, vooral tegen het publiek, moet u ook rekening houden met de mensenrechten. Toch, ik weet precies als dat vak ook wordt gedoseerd, maar ook daarmee moet u rekening houden. En daarom zeg ik, wat u in de opleiding hebt gekregen, daarover zult u dan moeten gaan lezen. Elke opdracht die u krijgt, moet u toetsen als het binnen het kader valt van uw taak, van uw bevoegdheden. Omdat u ook voorzichtig moet zijn, u moet zich ook beschermd weten. En daar waar ouderen misschien niet de juiste regels in acht nemen, hoe u te benaderen, welke opdracht aan u te geven. U moet ook dat kunnen ontdekken van nee, dit is niet goed. Asandis bino moest dwingen. De opleiding tot BAVP zou volgens waarnemend diensthoofd Jersey Purperhout 8 maanden duren. Maar vanwege de COVID-19-pandemie is deze uitgelopen. De opleiding startte met 100 man, waarvan 80 de eindstreep hebben gehaald.